En mij kunnen ze komen. Ze krijgen een pasje. Ja? Ja, dat is zeker. En dan? Met een bankkaart erbij. Ja. Ik zal ze net zo lang slaan dat ze gewoon niet meer kunnen kruipen. Nieuws. Nou, we zijn helemaal afgereisd naar deze gym hier in Nijmegen. Dit is de gym van oud scheidsrechter Joop. En hij heeft een boek laten schrijven over al zijn vechtpartijen, steekpartijen, schietpartijen en alles wat hij heeft meegemaakt. Joop. Mijn grote vriend Mike is hier gekomen. En Mike hier ook? Ja, ja. Hij is een man aan mijn hart. We hebben jarenlang de hele wereld samen mee overgereisd. En hij was scheidsrechter. En ik stond dan in de hoek. Even heel kort voor de kijkers ook. Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt met Joop? We hebben een keer gezegd, was iemand, was, ja, dat is de zoon van Joop. Oh. Dat heb ik met iedereen verteld. Joop, die heeft pas geleden, heeft hij dus eigenlijk moeten zeggen dat hij niet zijn vader is. Joop, kun je dan niet even tegen Wilfred zeggen dat je vader bent van die man? Je zet maar de tranen in de ogen hier. Ik ben zijn vader. Ik ben zijn vader helemaal niet. Ik ga even door, jongens. Ik zie je later. Joop, hier maar zo. Je hebt een boek laten schrijven over je leven en dat leven is niet, dat is niet niks geweest. Nou, het is wel een aardig leven geweest, ja. Je hebt ook echt wel heftige dingen meegemaakt. Ja, ik heb ook meegemaakt dat ze me wou verschieten, dat ik dan niet sneller was, dat ik een ander de benen schoot. Ja. Of dat er een... Vertel, je bent beschoten en toen schoot je terug. Hoe gaat zoiets? Nou, die jongen wou me schieten, maar die twijfelde even. En dan schoot ik hem dus de benen in. En een keer, s'nachts met een incasso, een ramingsveer. En toen gingen we daar naartoe s'nachts. En die zat daar en ik kwam naar buiten en er was nog een grote, zo'n figuur als Mike. En die ging zo voor me staan en toen hoekte ik hem neer. En dan stond hij op, die zei, ga je schieten en die wil zijn revolver pakken. En ik stap in en ik pak hem bij zijn poot en schop hem eronder uit en ga bovenop mijn lege kopstoot gegeven. Ja, dat was eigenlijk het leven, hè, wat Joop had in die tijd, in kasso's. Dus mensen die leenden geld, betaalden dat niet terug. En dan is er geen rechtmatige weg om dat geld om dat geleende geld bij mensen terug te krijgen. Ja. Ja, en dan werden de mensen als Joop afgestuurd. Maar als ik het zo hoor, was je geen lievertje vroeger? Kijk, als ze bij mij naar de deur komen, dan zouden ze zeggen, je pasje van de bank is niet goed. Ik laat naar binnen, maar ik weet zeker, die gaat op de bank aan naar buiten. Want dat baal ik van een stier. Dan zie je oude mensen gaan lopen boven thuis. Of oude mensen gouden kettingen, gouden ringen aftrekken. Wie laat dan een paar weken later van elend doodgaan? Dus zulke schooiers wie hier in Nederland komen, wie onderdak krijgen, alles krijgen. Dat is zo'n smile op de bek, staan ze de rekening van oude mensen leeg te trekken. Nou, bij mij kunnen ze, zijn ze welkom. Bij mij kunnen ze komen. Ze krijgen mijn pasje. Ja? Ja, dat is zeker. En dan? Met een bankkaart erbij. Ja, ik zal ze net zo lang slaan dat ze gewoon niet meer kunnen kruipen. Dat maakt jou echt boos, hè? Ja, dat maakt me echt boos, ja. Oh, het boek ligt in de winkel, of hoe werkt dat? Ja, een deel gaat ook over vechtsport, hè. Dus dat je in de ring, Badahari, Remy Bujalski, Rico, Sam Schild, je hebt ze allemaal een scheidsrechter. Ja. Allemaal, ja, alle grote van K1. Ja, je bent echt een van de grotere scheidsrechters daar geweest. Toch gaat het voor mijn gevoel juist ook heel veel in het boek over, nou ja, los van de sport, ook over je privéleven natuurlijk. Ja, dus dat was mijn vraag en daar geef ik antwoord op. Ja. Je wil een boek over mensen schrijven, je stelt me vragen en ik geef de antwoord op. Ja. En of er nog veel vechtsport in voorkomt of veel criminaliteit, ja, dat is niet in mijn. Hij is de schrijver, hij vraagt erom. Ja. Dus en ik antwoord erop. Willen jullie op dit kanaal meer of minder video's? Meer natuurlijk, abonneer even hieronder en dan krijg jij meer video's.